En hier zien wij Floor in haar natuurlijke habitat bezig met wat rijtjes huizen. Geen idee waar ik ben, niet wetend dat ik haar film. En... Oh, ze kijkt mijn kant op. Oh jee, ze heeft me door. Oh, Hey, hallo en welkom allemaal bij deze nieuwe video. Stay sammy, mimifikjes! Vandaag zijn wij lekker wedergekeerd in Content Veen en is het tijd voor weer een overheerlijke... overgebakken progressievideo. Vorige keer zijn wij begonnen met het feit... Vorige keer zijn wij begonnen met het gebouw... Ik zeg het weer verkeerd, het slaat helemaal nergens op. Vorige keer zijn wij met dit begonnen. Dit achter mij. Dit wordt namelijk onze haven. En het klinkt heel stom eigenlijk, want het, ja, waar komt het water vandaan? Waarom is hier water? En hoe komen de boten hier? Dat is allemaal niet belangrijk. Dat is niet belangrijk. Het enige wat belangrijk is dat jij... Bam! Even abonneert. Dat is echt... Dat is heel belangrijk. Maar goed, vandaag wil ik er verder aan gaan. Ik wil zelfs het water erin hebben. En ik wil beginnen aan het houten piertje met de trappetjes naar boven hier en daar en zo. Zodat het er allemaal even gezellig uit kan zien hier. Ik heb van René gehoord dat ze dit weg gaat halen. Dat het een helaas mislukt project is. Nou, dat kan gebeuren. Maar ze gaat er wat anders plaatsen. Dus ik denk dat wij aan het einde van de aflevering dit hier ook niet meer zien. En Floor is echt druk bezig met de rijtjeshuizen. En ik dacht eraan om het misschien met zand en gravel hier en daar te doen. Want ik zei vorige aflevering dat gras zo niet mooi is. Maar maakt het uiteindelijk uit? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ik gewoon namelijk als ik dit wordt vanzelf dirt, volgens mij. Helemaal onderop, als je er water overheen doet na een tijdje. En als ik er dan gewoon genoeg andere blokken op plaats, misschien leuke rotsjes en andere koraaldingetjes, dat het dan wel leuk is. Want zo, kijk, hoe heb ik het hier gedaan? Dit vind ik... nee, ik wilde op het randje landen. Dit vind ik er leuk uitzien. En dit is vooral met dirt, maar er zit ook wel gravel tussen en zo. En, er zitten wel wat gravel dingetjes tussen. Misschien dat ik dan toch... En mos heb ik ertussen gedaan. Oké, laten we toch wat vlekjes ertussen brengen. De vraag is... heb ik gravel? Oké, jongens, uit onderzoek blijkt dat ik een stack en 2 gravel heb. Wat echt absoluut niet genoeg is. Dus laten wij doen wat ik altijd doe. Stelen van Floor. Zij vast wel ergens gravel. Volgens mij, trouwens, of was dat klei? Was er nou gravel of klei gedoneerd hier? Dat weet ik niet meer. Oh, alleen maar steen. Iets wat ik ook nodig heb. Floor, ik ga je huis kijken. Hallo Berend, ik heb gehoord dat jij bij Floor bent gaan wonen. Erg gezellig. Erg leuk. En je bent een farmer geworden. Je bent van baan gewisseld. Ja, er is gravel. Top. Ik heb heel veel gravel verzameld met zelf. Maar dan in Floors kisten. Is vast niet erg. Oké, laten wij dan even wat vlekjes maken. Ik weet alleen niet hoe ik dat netjes kan doen. Vlekjes maken. Ik weet niet of dat mooi gaat zijn. Dat is de vraag. Ik denk dat... Oh mijn god, het gaat ook helemaal vliegen. Heb ik daar zin in? Oh mijn god, ik denk dat ik daar niet eens zin in heb, eerlijk gezegd. Oeh. Weet je wat? Skip gravel. Al die moeite voor niks. Het is nu tijd om de rand te maken waar wij water uiteindelijk op gaan plaatsen, jongens. En dat gaat een hele vervelende, saaie taak zijn. Want ik moet letterlijk dit allemaal opvullen met dirt, water erop plaatsen en dan het dirt weer weghalen. Zodat het water naar beneden kan zakken. Ik heb er nu al heel veel zin in. Zo, dat was snel, hè, jongens. Jemig, wat was... René is allemaal dirt aan het droppen. René en Justin heeft me geholpen, ook al is Justin dood. Ik weet niet hoe Justin hier komt, maar... Ah, Justin, ik dacht dat Justin dood was. Maar er is hier! Hij leeft nog! Justin! Oh, daar is Justin. Maar goed, jongens, dan is de volgende taak om water te plaatsen en dan het dirt weer weg te halen. En je wil niet, maar dan ook echt niet weten hoeveel dirt dit gekost heeft. En omdat jullie het niet willen weten, ga ik het ook niet zeggen. Maar goed, laten we even 2 buckets water halen. René, 2 buckets water graag. Nou, dat was snel. Je had er serieus al eentje. Ik heb er nog één nodig. Wacht. Kom. Kijk, haal er nog eentje. Lieder, give me the bucket. Be gone. Oh. Oh, ik geef je geen ongelijk. Oké, ik ga hier de eerste plaatsen. Dan ga ik even nog wat water halen. Ja, dat doen we natuurlijk in de vijver hier, jongens. Crashlanding in het water. Alright, dan... Zo. Doen we hier het water. En dan is het tijd om dit helemaal op te vullen. En oh, dit gaat dit een saaie taak zijn. Ik weet het, jongens. Ik had het ook met strepen kunnen doen. Dat had efficiënter geweest dan dat dit nu is. Maar nee, ik ben eigenwijs. Ik heb het helemaal opgevuld. En dan kwam ik tijdens het bouwen kwam ik erachter. En toch ben ik doorgegaan. Oh, wat een ontzettend saaie taak is dit, hè. Maar het gaat wel sneller dan verwacht. Voor zo'n manier gaat het water gewoon helemaal mee. Als je 1 bucket ergens in de verte plaatst. Moet je zien. Letterlijk, al het water hier gaat gewoon mee. Ik snap niet hoe dat werkt, de waterphysics af en toe. Maar ik vind het prima. Het werkt goed genoeg voor mij. Hier, René helpt lekker. Het gaat lekker snel zo. Oh, huh? Oh, Floor is aan het helpen. Dat is Floor. Ik denk in één keer, huh? Wacht, er staan 2 René's ineens. Jezus, ik ben wel Poseidon, jongen. In mijn eentje ben ik de hele zee aan het verplaatsen hier. Damn. Hoe kan dat? Ik snap het echt niet.
Oh, nee. Ik ben de dam vergeten te plaatsen, jongens. Oké, hier moeten we even stoppen. Ik ga hier even een dirtlijntje of graslijntje zo maken voordat Floor er is. Oh nee, Floor. Voordat het water naar beneden stroomt. Zo, kijk. Gaan we hier even een lijntje prachtig maken zoals dit. En dan moet ik nog een tijdelijke dam bouwen even. Hoppakee, zo. Dan kan het water nu weer verder. Kijk, daar gaat het water. Hey, kijk. Ik doe helemaal niks. En het water gaat gewoon netjes. Nou, het is opgevuld en nu kunnen we even de eerste indruk krijgen van hoe dit eruit gaat zien. En oh, wat ben ik hier tevreden mee nu al. Het gras en zo en dirt moet nu nog weggehaald worden. Maar wat ben ik hier tevreden mee. René, er mist daar nog eentje links van je. Daar. Rechts. Links. Links. Rechtdoor. Links. Links. Daar ja. Links. Ja, daar. Er mist daar een plekje. Een watertje. Naast je. Je kijkt er nu naar. Je kijkt er. Ja, daar ja. Links. Voor je. Snap het! Ik kon hem wel vullen. Wow. Hier, deze. Zo. Zo moeilijk was het niet, hè? Nu is het tijd om een nog vervelendere taak te doen net. En dat is alles weghalen. Dat deurtje eronder weg. Dus daar gaan we. Yeah! Laat het water maar verspreiden. Woehoe. Oh mijn god, ik moet nog steeds de dam maken. Wacht! Stop, staak het hakken. Ik ga een dam bouwen. Oké, we gaan even snel een tijdelijke dam volledig van hout bouwen. En waar gaat die staan? Hij gaat hier onder... Vanaf dit randje wil ik hem hebben, de dam, denk ik. Dus laten we dan beginnen met gewoon het net wat hoger te maken dan de waterrand zelf. En dat is... Oh, dat is ongeveer hier. Zo. Ja, dit vind ik mooi. Lekker een simpele dam, jongens. Het is toch iets wat ik niet op lange termijn wil laten houden. Dus hij mag best simpel zijn. Dat is het mooie eraan. René, ik begin maar vast met wat dirt daar hakken, oké? Goed zo. Toch altijd fijn, zo'n vriendin die je met alles helpt. Oké, jongens, ik heb even tijdelijke dam gemaakt. Hij ziet er niet heel mooi uit. Ik wilde zelfs nog wat meer dingen aan toevoegen. Dus dat gaan we ook doen. Maar het werkt gewoon als tijdelijke leuke dam, weet je? Het hoeft niet extreem mooi te zijn, want dat kan ik er wel heel veel moeite in gaan stoppen. Maar gaat uiteindelijk wel weg weer. Maar laat ik nog even wat sters toevoegen. En ik weet dat hier een crafting table staat. Dus daar kunnen we makkelijk nog even wat sters maken. Zo, en slabs en slabs. Oeh, ik dacht ik al naar beneden gevallen. Ik wil ook nog wat slabs erbij. Zo. Stairs en slabs. Zo simpel kan het zijn. Hier. Ster. Ah, nee. Klep. Oh, dat was een ster. Zo, dat is ook weer gedaan dan. Ziet er op zich wel leuk uit. Ik bedoel, het kan een stuk leuker, maar leuk genoeg. Dan nu heb ik 1 lantern nodig. En die heb ik niet. René, heb jij 1 lantern toevallig? Rechts van je. Rechts. Ja. Heb jij een lantaarntje? Dat is een pijl. Oh, ja. Dankjewel. Moet ik even op mijn hoofd doen. Ik was mijn lantaartje natuurlijk kwijt. Maar die heb ik weer. Oh, mijn facecam is vastgelopen. Oh, hoe lang is dat al gaande? Oh, waarom vond ik die... Het loopt de laatste tijd echt vaak vast. Ik zie er wederom sexy uit. Wow, wat zie ik er goed uit. Het is echt mijn ogen half dicht. Ik zie er leuk uit, jongens. Ik heb daar de laatste tijd wel vaker last van. Dat mijn facecam ineens vastloopt gewoon. Ik weet niet waarom dat kan. Ah, vallen weer tussen. Nu mag dit randje hier ook weg, waardoor het water lekker door kan stromen. Kom maar door, water. Kom maar door, jongen. Oh, dat vind je lekker, hè? Kan beter erop staan. Dan gaat het misschien sneller als ik het gewoon zo doe. Hier. Het gaat beter. Dan kunnen we weer het water helemaal zo lekker handmatig door laten stromen en weer Poseidon uithangen. Ik weet niet waarom ik dat kan, jongens. Ik snap niet hoe die physics werken. Kijk, de dam werkt, jongens. Eureka. De dam werkt. Het is één groot succes, ondanks dat hij niet zo heel mooi is. En dan is dit het laatste beetje dirt wat weg mag. Het allerlaatste beetje. Kom op. En hoppa. Zo, dan pakken we even wat dirt op hier. Oeh, dan zie ik dat ik daar nog een foutje heb gemaakt. Dat daar nog even wat steen moet. Zo, hier moet wat steen. Daar 1 blokje. En heb ik nog 2 over. Oh, dan kom ik 1 blokje steen tekort. 1 blokje steen kom ik tekort. Ah joh, niemand die het ziet. Uit het water. En dan presenteer ik voor jullie, jongens. Het water is eindelijk geplaatst. Oh, en nu kunnen we niet meer terug. Als jullie het er niet mee eens waren, hebben jullie helaas pech. Want nu is het bijna niet meer mogelijk om het weg te halen. Het is zoveel gedoe. Maar ik moet zeggen dat ik niet ontevreden ben. Ik ben er heel blij mee. Het voegt een hele andere sfeer toe ineens aan dit gedeelte. Dat er allemaal water in zit, eerlijk gezegd. Maar op zo'n positieve manier. En de dam ziet er eerlijk gezegd niet eens zo lelijk uit daar. Ik bedoel, het ziet er echt uit als gewoon een tijdelijk iets, weet je. Gewoon even een houten dingetje. Oh, daar is nog dirt. Dat moet ook weg. Dat moet weg. Maar goed, nu kunnen we leuk zo een houten randje hier langs maken. Een soort piertje op deze manier. Trappetjes die hem omhoog brengen en zo. Kijk, René, het huis hier is trouwens weg, zoals ik al zei.
Oh, maar wat ziet dit er leuk uit. Maar voordat we dat gaan doen, moet de oceaanbodem een beetje versierd worden met boomiel en zo. Dus, oh nee, ik viel in het water. Laten we even wat steen ophalen, zodat we de laatste dingetjes mooi netjes kunnen afronden. En natuurlijk, mijn dames en mijn heren, de boomiel. Hey, jongens, ik heb 5 stacks boomiel. Dat zou bijna genoeg moeten zijn, zou je zeggen. Oh, en wat is het fijn om hier nu zo'n grote waterpoel te hebben. Dat ik gewoon zo erin kan crashen. Oh, dit ziet er allemaal nog niet goed uit. Dit moet nog netjes gemaakt worden. Oh, ik moet dit niet doen, jongens. Dan creëer ik vervelende waterplekjes. Moet ik voor oppassen. Zo. Je kan onder water blijkbaar gewoon slapen, jongens. Dat vind ik heel gek. Nou, we zijn begonnen met het bekladderen van de oceaanbodem met groene plantjes. Hallo, René. En wat ik eigenlijk ook wil hebben, jongens, is zo'n conduit. Daarvoor heb ik een Heart of the Sea nodig. Want als ik die heb, dan kunnen we namelijk die ergens hier in het midden plaatsen. En dan kunnen we hier onder water gewoon ademen. Ik denk dat dat wel leuk is. Ik denk dat dat serieus wel een goede toevoeging kan zijn. Maar het is best wel een taakje om die te maken, eerlijk gezegd. Alright, jongens, ik heb de hele bodem bekladderd met allemaal groene onderwatergrasjes, seagrass. Oh, bijna de hele bodem. Ja, heb ik ondergekladderd. En ik ben meerdere keren bijna dood gegaan. Het heeft me best wat eten gekost voor some reason. Kreeg je heel erg honger van zwemmen? Ik zou niet zeggen, maar best wel. En ik heb het gered met de boommeel. Daar ben ik al in ieder geval heel blij mee. Het is iets minder boommeel dan verwacht, dus dat scheelt. Maar volgens mij heb ik nu wel alles gehad. Even kijken. Ja, dit is helemaal prima, jongens. Zo, dat geeft al even net wat anders sfeertje. Kom op, eruit. Juist. Het geeft dan even een iets, ja, natuurlijke sfeertje. Misschien dat ik er nog wat rots en stenen tussen ga bouwen onder water. Maar dat gaan we doen zodra we er ook zo'n conduit... Volgens mij heet het een conduit tussen plaatsen, waardoor je onder water kan ademen. Ik ben in ieder geval heel blij met de keuze die we hebben gemaakt. Ik ben er echt heel blij mee. Ben jij er ook blij mee, René? Ja! Wat ik nu dan al gelijk zie, is dat dit gedeelte hier ziet er niet echt netjes uit. Zullen we dat gelijk even een beetje opvullen met dirt? Het hoeft niet heel netjes en plat gelijk, maar een heel klein beetje opvullen met dirt. Zo, dan nemen wij wat gras mee en dat kunnen we dan daar plaatsen in de tussentijd. Ah, ik hoopte een MLG op mijn bed te doen. Zo, dan hebben wij het gras. Dat kunnen wij hier plaatsen. Zo, kijk, dan ziet het in ieder geval even legit eruit. Want nu zie je duidelijk dat dit gewoon een muur voor niks is. Maar als het gras er tegenaan zit, dan lijkt het gewoon alsof het echt het water tegenhoudt met de nut. En niet ook gewoon alleen dat het er een beetje sierlijk uitziet. En boom, hoppakee. Zo, dat is al beter behalve hier. Dit moet ook nog opgevuld worden. Dan denk ik dat ik ook nog dit helemaal ga doen. Dit gedeelte hier, dat we dat ook even netjes kunnen maken. Zodat het hele gebied ready is om gewoon in gebouwd te worden. Kijk, dit was al natuurlijk een tijdje ready. Daarom wordt er ook al gebouwd. Maar dit bijvoorbeeld hier is helemaal nog niet klaar, weet je. Het water is nu ook eindelijk klaar om opgebouwd te gaan worden. Om daar leuke dingen te plaatsen. Floor is zelfs al begonnen om daar het pad gewoon steen te maken, zoals je kan zien. En René is ook nog steeds op dezelfde plek aan het stilstaan. Oké, jongens, maar dan het volgende voor vandaag. Ik heb de reacties gelezen van de vorige video en jullie hebben mij allemaal hints gegeven en goede tips over wat ik met deze fret CD kan doen. Nou, kwamen jullie allemaal met het idee dat ik in mijn troonzaal heb ik nog een fret staan. Of ja, dat ik de vorige video liet zien, daar heb ik een robot van Frederik staan, een oude robot. Nou heb ik die inmiddels weggehaald, zoals je kan zien, hij staat er niet meer. En ik heb hem helemaal naar beneden, naar het laboratorium, of naar het laboratorium, naar de verwisselinator van Fred gehaald. Ik weet niet of hij nou van Frederik is of van Fred, maar dat ding dat er staat. Daar heb ik hem helemaal naartoe gebracht, ga ik wel van jullie laten zien, heel diep ondergrond. En dan hier, kijk, daar staat hij. Hoppakee. Ik heb hem hierheen geplaatst, het heeft me best wel wat moeite gekost, want zo'n ding verplaatsen is bijna niet te doen. Maar goed, jullie zeiden, wat nou als je de CD dan hier doet en dan die robot daar en dan al die hendels zo verhaalt. Net zoals dat Fred en ik van lichaam zijn verwisseld, kan ik nu kijken of ik Fred zijn systeem uit de CD kan halen en naar de robot kan brengen en dan de lege robot zijn systeem in de CD kan doen en dan kijken misschien dat we dan via de CD toch nog wat kunnen horen uit deze robot, maar hij heeft nooit meer iets tegen me gezegd. Maar goed, voordat ik dat ga doen wil ik heel even met Fred erover praten dat hij niet in één keer schrikt dat zijn lichaam verplaatst wordt of zo, dat er in één keer licht overal komt en dat het te veel prikkels zijn voor hem of zo. Hallo dode kwast, kom even wat mijn respect tonen bij jou, maar ik ben onderweg naar Fred, dus daar gaan we natuurlijk naartoe lopen, jongens. Maar op de begraafplaats mag ik eigenlijk niet rennen. Ik ga met mezelf afspreken. Op de begraafplaats mag ik van niet meer rennen. Gewoon om respect te tonen. Hier ligt Fred. Hij hield van groen. Fred, ik ga je weer bellen hoor. Zo, nu moeten we wel wachten. Daar is hij weer. Fred! Het is geen Mario. Hallo, ik ben Fred.
Hey Fred, hoe is het? Dit is niet de voicemail van Fred hoor, je bent meteen met mij aan het praten. Ja, en dan zeg ik, hey Fred, hoe is het? Goed, en met jou? Ja, het gaat goed. Hoe is de donkere ruimte? Ik was spelletjes aan het spelen. Oh, oké. Okay. Hey, ik heb een manier gevonden om je lichaam weer terug te geven aan jou. Om jou weer in een lichaam te krijgen. Maar ik kan hier vliegen, zwemmen en alles wat ik wil. Ja, maar mis je het groene niet hier? Het is allemaal zo donker daar. Als ik 2 keer in mijn handen klap, is het ook groen. Het is alles wat ik wil, behalve... Behalve? Dat ik de connectie met jou mis. Wil je dat ik je terughaal? Dat lijkt me fijn. Dan kan je rondlopen en dan kan je weer gewoon door de groene natuur hier lopen. Het is heel mooi. En dit is echte natuur. Deze ruik je ook. Oh nee, jij hebt geen neus natuurlijk. Weet je wat? Ik ga je terughalen, Fred. Dat is goed. Oké. Wat moet ik doen? Niks. Je moet wachten tot het in één keer weer licht wordt. Ja. Duidelijk? Ik zie je zo. Oké, tot zo, Fred. Ik ga je eruit halen, Fred. Ja. Oké, jongens, we hebben de Fred-CD hebben we weer. Weet je wat we dan doen? We laten de jukebox gewoon alsnog staan. Oh, ik mag niet rennen. Ik zeg het echt letterlijk. Ik mag niet rennen op de begraafplaats. Alleen is er niet echt een uitweg, dus ik heb nooit iets gezegd over vliegen. Allright, dan gaan we weer terug de gevangenis, laboratoria, dinges in. Deze ruimte hier beneden gaan we weer terug in. Iemand had trouwens een goede reactie. Ik weet niet wie het was, maar die zei, Max, waarom heb je geen kaarsen geplaatst op de begraafplaats? Ik dacht van, ja, dat is eigenlijk best wel goed om van die duistere kaarsjes zoals dit... Pardon. Plaatsen. Oké, neppe Fred. Het is tijd. Ik ga de CD... Ik weet dat als ik hem hier drop, dat hij in de hopper terechtkomt. Dus is dat erg? Nee, vast niet hier. Hoppa, hij zit in de hopper. Dus dat zou betekenen dat hij dan... Zolang hij hier blijft zitten, ik leg hem zelfs in het midden. Zolang hij hier dan bloep, omhoog wordt gebeamd, om wordt gewisseld met dit ding hier. Ik denk dat dat dan ready is in ieder geval. Alright, jongens. We gaan Fred terughalen. Reageer allemaal eventjes. Fred, we hopen dat je terugkomt, want we houden van je. En dan met een verhaaltje waarom jij Fred zo leuk vindt. Kom op. Laat het even weten in de reacties. In 2, dat doet like de video even. In 3, 2, 1. Er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Oh. Oh. Jongens, de tempel wordt geopend. Fred wordt gereïncarneerd. Oh. Oh, wat gebeurt er? Oh, jongens. Ik ga weg. Ik ben bang. Nee, ik ga wel blijven. Ik ga spieken. Ik hoor een scheet. Oh. Oh. Hij beweegt. Oh, hij beweegt. Wat gebeurt er? Doet hij het nou? Oh. Oh. Nee. Fred. Fred. Hallo. Hallo. Mijn naam is Fred. Ja, mijn naam. Hallo, Max. Hey, Fred, je bent er weer. Oh, kan je lopen? Kan je iets doen? Het gaat wat moeizaam. Ik merk dat het wat moeizaam gaat. Je gaat behoorlijk traag. Hey, Fred. Dit lichaam is niet gesmeerd. Nee? Ja, je hebt ook nog rode ogen. Heb je door? Ik voel me vies. Kom, ik loop even met me mee. Oh mijn god, je bent niet gesmeerd. Weet je, ik ga heel even kijken wat deze cd te zeggen heeft. Ga jij je even wassen en dan zie ik je zo meteen boven, oké? Oké. Ik zie je zo. Ik zie je zo. Neem je tijd met de bovengaan. Je bent niet gesmeerd, ik zie het al. Oké, jongens, Fred is terug. Het is gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Laten we nu even de Fred-CD. Ik weet niet wat er nu in zit. Ik wil weten wat er in die hersenloze robot zat. Laten we even kijken wat we erin kunnen vinden. Jongens, mijn eten is op, maar dat maakt niet uit. We gaan eerst even luisteren. Wat had die hersenloze robot te zeggen? Oké, nee, klaar. Oké, ik snap al wat er in zijn hoofd rondging. Ik snap dat die robot maar gewoon stond te staren. Als jij 24-7 dat liedje zou horen... Dan zou ik ook letterlijk gewoon voor me uitstaren en mijn leven niet meer normaal willen leiden. Maar terwijl Fred zich aan het schoonmaken is en weet ik wat allemaal, ben ik even snel wat eten kopen hier. Laten we kip een keertje kopen. Kip koop ik normaal nooit. En laten we gelijk die kopen, zo. En willen we hier ook wat? Nee, hier hoef ik niks van. Oh, ik heb nog nooit kip gehad in de server. Ik doe sowieso nooit echt kip eten in Minecraft in het algemeen. Ik weet niet waarom. Dat gebeurt gewoon nooit zo vaak, een kippetje. Allright, zou Fred er al zijn in de tussentijd? Fred, ben je er al? Oh, nee, hij is er nog niet. Ja, laten we even op de troon wachten op Fred. Oh, dat is René. Hallo, René. Ik dacht even dat je Fred was. Ah! Fred. Hallo, Fred. Hallo. Hallo, je ziet ik er weer... Ben Fred. Je ziet er weer goed uit, Fred. Ik voel me schoon. Ik voel me fijn. Ik voel me levendig. Ja, je bent ook levend weer. Ja. Dat is het hele mooie eraan. Je hebt groene ogen. Kan je ook weer lopen normaal? Ja. Oh, dat ziet er goed uit. Fred, kom eens met me mee. Ik wil je wat heel vreemds laten zien. Vreemd. Vreemd, ja. Kijk, Fred, zoals je kan zien zijn we op de nieuwe begraafplaats. Hier liggen allemaal dode mensen en dode dieren en zo. Heel sneu en zo. Maar...
hierboven... Kijk hoe mooi groen het hier trouwens is, hè? Leuk, wat is het hier mooi? Ja, prachtig, allemaal groen. Maar kijk even naar dit. Wat vind je hiervan? Dit graf hier, wie hier ligt. Dit klopt niet meer. Nee, hier lag jij. Ik had jou hier begraven. Althans, je lag hier niet onder, maar dit was gewoon jouw monument. We dachten allemaal dat je dood was. Ja. Nee. Nee, je bent niet dood, ik weet het, maar... Kijk nou, wat we voor je gemaakt hadden hier. Waarom staat dit bruine blok hier op? Dit was jouw huis, letterlijk, waarmee ik jou communiceerde. Hierin was jouw zwarte, donkere doos. Daar past Fred nooit in. Nee, natuurlijk pas je er niet in. Ik laat hem... Nou, ik ga hem wel weghalen, trouwens. En dan... Wat moest erin dan? Een cd'tje. Ik ga het er niet weer in doen, want dan krijgen we weer hersenloos muziekje van de andere robot. Ik wil het horen. Nee, Fred. Weet je, ik plaats hier de jukebox, zo. En de cd. Oké, maar dan wil ik het alleen horen dat ik heel ver in de verte ben, oké? En dat ik het heel zacht hoor, want ik wil het niet lang... ik wil het niet hard horen. Oké, Fred, zet maar aan, hoor. Ik hoor het nog steeds. Ik dacht dat ik het vanaf hier niet meer ging horen. Zet het maar uit, Fred. Ik wil het niet horen. Is het gelukt? Wat mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Hey, Fred, ik heb nog een taak die ik moet doen voor mezelf. Dus kijk gerust even rond. Er zijn wat dingetjes weer veranderd in de stad. Kijk, waar ben je nou? Huh? Oh. Huh? Waar ben je nou? Je zit toch niet achter deze boom? Waar ben je? Huh? Hij is weg. Fred, waar ben je? Hij is gewoon ineens verdwenen. Oh, daar ben je. Wat was je doen? Rondje lopen. Oké, nou. Heel vreemd, maar doe je ding. Ga lekker even rondkijken en zo. Oh, dat ga je ook gewoon gelijk doen. Nou, oké, jongens. Fred is terug in ieder geval. Hij is lekker zijn ding aan het doen. Hij is bij Bob. Dat is Bob, ja. Wie is Bob? Dood. Wie is Bob 2? Ook dood. Ja, je gaat niet bij iedereen toch vragen wie... Daar ligt nog niemand. Ligt hier Snor? Nee. Ik ben Snor helemaal vergeten. En Gerda 1 ook. Wie? Kom later wel. Fred, ik ga er vandoor. Ik heb nog een taak die ik moet doen. Vlek 2 is ook moe. Moe? Ja, die is ook moe inderdaad. Dankjewel voor de gezelligheid, Fred. Hetzelfde. Ik zie je vast wel weer rondwalen in de stad, toch? Lijkt me fijn. Lijkt mij ook heel fijn. Alright jongens, Fred is terug. Ik denk dat jullie allemaal wel blij ermee zijn. Ik ben in ieder geval wel heel blij mee, pardon. Maar nu is het tijd om de quiz van René te doen. Ik had namelijk in de vorige aflevering een boekje gevonden in mijn troonzaal. En die heeft mij die heeft mij naar de ruimtekamer gebracht. En daar had ik een vraag die ik moest oplossen van René. En ik had daarna nog 11 andere vragen die ik moest oplossen. Dus dat gaan we even leuk doen. Alright, en de eerste vraag was... Ja, de beruchte deur. Je mag weer vragen gaan zoeken, maar deze keer niet in deze ruimte. Nu snap ik de wordje ook trouwens pas. Je mag... De eerste vraag krijg jij van mijn cadeau. Wat is mijn favoriete risotto? Broccoli kip of lente risotto? Jullie konden het achterlaten in de vorige video. Maar haar favoriete... risotto is natuurlijk lente risotto, jongens. Dat is iets wat jullie niet kunnen weten, maar dat weet ik wel. Maar dat zouden jullie onmogelijk kunnen weten. De volgende vraag vind je in je slaapkamer. Weet je hoe lang ik daar al niet meer geweest ben in mijn slaapkamer, jongens? Oh, auw. Laten we daar gelijk even heen gaan. En het is ook nacht, dus laten we gewoon een keertje weer slapen in mijn slaapkamer. Ik bedoel, dat is al te lang geleden dat ik dat gedaan heb. In dit gedeelte van het kasteel kom ik sowieso bijna nooit meer. Kijk, daar hebben we hem. Laten we eerst even slapen. Gewoon in mijn eigen bed. Gewoon in mijn eigen bed slapen. Vraag 2. Wat is de naam van mijn beste poesenvriend? Saartje of Toeter? Oeh, dat zijn de katten van René, jongens. Dat vind ik zielig, deze vraag. Dit vind ik heel zielig voor de andere kat, die niet de beste poesenvriend is. Maar ik denk dat ik wel weet wie het is, jongens. Voor jullie zijn het echt vragen dat jullie denken van... Ja, hoe moeten wij dat weten, weet je? Maar het gaat er nog over uit dat ik het waarschijnlijk goed heb. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat ik een goede vriend ben. Dat is natuurlijk Saartje. Maar ja, dat is de bovenste. Ik denk dat Saartje is. Toeter is... Een grote meme. Voor de volgende vraag moet je naar Egypte. Moet ik helemaal naar Egypte toe? Oh my days, jongens. Au. Wat is het vervelend om deze kamer in en uit te gaan, hé? Oh, wat is dat heel vervelend. Ik ga dood. Oh, wat heb ik geluk dat ik in mijn slaapkamer ben gaan slapen. Waardoor ik gewoon legit... makkelijk bij mijn spullen komt. Normaal respawn je dan helemaal in the middle of nowhere, omdat je geen spawnpoint had. Oh mijn god, dat ging net aan goed. Ik ben vergeten dat ik af en toe geen fall damage boots meer aan heb. Kijk, mijn spulletjes, jongens, daar liggen ze. Oh, daar worden ze lekker aan. Zo, dat is makkelijk. Dat doen we, hoppakee. 2, 3. Die doen we hier, want die gaan we aan het lezen. Zo. Die op mijn hoofd, hoppakee. En dan die eronder. Boom, verder. Alright, we zijn aangekomen in Egypte. En het eerste wat mij opvalt is een paard met een zadel. En een Finrider. Wie is Finrider? En wat is dit? Lieke. Lieke en Finrider. Die zijn nieuw, oké. Maar waar is de barrel? Waar ga ik de barrel vinden? Ik gok gewoon
in Egypte, dus echt in de piramide. Nee, misschien in die grote piramide daarnaast. Misschien dat ik het daar kan vinden. Ook niet. Huh? Waar is het dan? Ik ben toch in Egypte? Oh, hij staat bovenop de piramide. Oh my days, ik zag hem helemaal niet. Oké, boek en quill, er zit in. Wat is mijn favoriete vakantiebestemming? Egypte of Italië? Dat is Italië, jongens. Maar wacht even, kijken waar de volgende is. In het dorpje naast. Oh, wat ben ik blij dat ik niet eerst helemaal terug ben gegaan. Oh, in het dorpje naast. Oké, maar waar? Maar waar, maar waar, maar waar, maar waar? Hier staan nog meer paarden. Hebben die ook namen? Ja, Cherry Cola. En een paard zonder naam. Oké, maar waar? Wat een leuk dorp is dit trouwens. Dit ziet er zo gezellig uit. Zou je zo kunnen wonen? Ah, op het dak daar. Gespot. Gespot, gespot, gespot. Kijk, en dat is de vraag. Spaghetti. Mijn favoriete gerecht, denk ik. Ik vind alles lekker, maar welke is het best? Pomelodori of aglio olio? Ja, die weet ik ook, jongens. De volgende vraag vind je bij de kerk. Oké, dus dan kunnen we terug naar mijn eigen dorp. Ik weet 100% zeker dat ik echt daadwerkelijk nog een paar keer doodga in deze ruimte. Ga dit blokje hier ook gewoon weghakken. Zo, kunnen we er makkelijk in en uit. En laten we even de vragen beantwoorden eerst. De eerste vraag was Egypte of Italië bij vraag 3. En dat is Italië. Dan vraag 4 is spaghetti aglio olio. Dus ook naar beneden. Dan gaan we die vragen gaan we even terug hier plaatsen. Zo, hoppakee. Dan nu vraag 4. Maar vraag 4 was bij de... Vraag 5, die was bij de kerk. Daarop, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Ik ben niet dood. Ik gok op de kerk. René kennende plaatsen hem helemaal boven in het midden ergens. Oh nee, wat zijn dit voor bordjes? Ik heb hem rondom dit gebouw zijn op servers geplaatst. Bij het weghakken van één blokje bestaat de mogelijkheid tot kaboom. Huh? Hoezo jij hebt overal... Heeft Nathan dat gedaan? Heeft Nathan overal hieromheen op... Dat geloof ik niet. Maar ik durf serieus dan geen blokje weg te hakken hier. Nathan, jongen. Wat heb je gedaan? Is het risico dat die hele kerk opblaast of zo? Ik word gewoon bedreigd. Ja, maar dat is een probleem voor later. Laten we eerst even kijken of wij de dinges kunnen vinden. Oh mijn god. De heilige kerk van Rick Force is nog steeds een ding. Ik vind het echt vreselijk. Maar waar is de barrel? Staat hij erachter? Hè? Bij de kerk. Waar is die barrel? Oh, hier. Gevonden, 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 gevonden. Ik denk dat dit hem is. Ja, laten we gelijk deze even weghalen. Hoppakee. Waar ben ik het meest bang voor? Slangen of spinnen? Nou, ik weet dat René, die vindt slangen heel leuk, jongens. En die is gewoon bang voor spinnen. En mijn camera is weer vastgelopen. Alweer. Hoe kan dat nou? Zijn we hier? Spinnen, oftewel die is weer naar beneden bij vraag 5. Oké, duidelijk. We zijn bijna op de helft, jongens. In het boekje stond dat de volgende barrel verstopt ligt in Kingdom Koud. Wat een heel groot begrip is, want Kingdom Koud is gewoon letterlijk dit hele dorp hier natuurlijk gewoon. Dus dat is een behoorlijk groot begrip waar die barrel dan kan staan. Misschien dat ik hem gewoon al oppervlakkig ergens kan zien op een dak. Ergens op een plekje. Daar misschien, nee. Is dit hem? Hè? Zou dit hem zijn, jongens? Ja, ik kom er net niet bij. Dat we die barrel en die wall even droppen. Oké, dat kan hem zijn, maar ik denk het niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet, want die meesten die waren vielen wel... Oh mijn god, het is hem wel. Ik dacht dat hij wel op zou vallen. Vraag 6. Hoe oud is Toetertje? 7 jaar of 5 jaar? Dat weet ik toch niet. We weten toch niet hoe oud Toetertje is? Toeter is René de kat, maar volgens mij weet niemand hoe oud Toeter is. Sinds wanneer weten jullie hoe oud Toeter is? Hoe weet jij als je naar een kat kijkt hoe oud hij is? Ja, maar 5 of 7 is niet best zo'n groot verschil. Nou, dat wordt dan een gokje, jongens. Laten wij gokken dat Toeter 5 jaar oud is. Ik denk niet dat ze 7 is. Nou, trouwens. Jawel, Toeter kan wel 7 jaar oud zijn inmiddels. Dus laten we zeggen 7 jaar. Dat was volgens mij naar boven. Hè? Of was het naar beneden? Dat is naar boven. Ja, ik denk dat Toetertje 7 jaar oud is. Zo, dan hebben wij René haar vragenquiz over vragen die jullie nooit zouden kunnen weten. Maar ik mogelijk wel. Waardoor jullie nieuwe dingen leren over René. Oh, wat leuk. Hebben wij de helft ervan gedaan. De andere helft wil ik in de vorige video doen. Want dan kunnen jullie met z'n allen een beetje gaan... Zitten nadenken over wat er in deze volgende ruimte zit, jongens. Wat is de prijs die ik ga krijgen? Laat het nu in de reacties weten wat jij denkt dat ik kan krijgen. Aan de volgende aflevering ga ik vraag 7 tot en met 10 uitvogelen. En dan kunnen we al een spoiler krijgen waar de vraag is. Vraag 7 vind je in mijn oude huisje. Oké, dus dan kunnen we daar de volgende aflevering heen gaan. Laat weten wat jij denkt wat voor prijs je krijgt en wat er in de volgende ruimte te vinden is. Voor nu gaan wij de video afsluiten, jongens. Mijn render distance is heel erg aan het buggen en aan het weet ik wat. Ik merk dat mijn Minecraft op het moment een beetje laggy is. Dus, wow. René is hier wat lijps aan het bouwen ineens. Huh? Oh my days. Damn. Ik ben heel benieuwd wat dit wordt. Ik ben echt heel benieuwd. Dus jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Zoals je kan zien, het water ligt erin. De rijtjeshuizen staan erachter al een beetje. De dam staat. De progressie is weer lekker aanwezig geweest deze video. Maar voor nu, kijk lekker het vorige deel. Want in dit deel heb ik ook allemaal leuke dingetjes gedaan. En dan moet je gewoon even kijken. En dan ben je weer helemaal up-to-date met hoe ContentVeen eigenlijk gaat. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Spreek je later. Glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bye!